Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video. Hier mijn Chrome Chesto. Vandaag ga ik de Would You Rather tag doen. Alleen dan niet via mijn telefoon, maar gewoon via het internet. Namelijk de Eater.io. Als dat te krijgen, heb ik allemaal vragen waar je uit kunt kiezen. Er zijn twee op keuzes waar je uit kunt kiezen. En dan zie je bijvoorbeeld, dus stel ik kies nu blauw. Dan zie je hoeveel procent blauw van de mensen hebben gekozen of hoeveel procent rood. Dus laten we gaan beginnen hier zo met if you had your choice of portable game device, would you rather choose a Nintendo DS of choose a PSP? Moet ik een Nintendo DS kiezen of een PSP portable? Dan ga ik voor de PSP portable omdat je daar veel meer plezier mee hebt gehad. Daar zijn de meeste van de mensen me ook mee eens. Dus gaan we nu door naar de volgende. Would you rather be knocked out by Mike Tyson, be knocked out by Muhammad Ali? Dat zijn allebei twee goede boxers. Kijk, het is hetzelfde. Je gaat toch wel knock-out. Dus Mike Tyson. Geef mij maar Mike Tyson. Oké, de meesten gaan voor Muhammad Ali. Laat mij maar voor Mike Tyson knock-out geslagen worden. Would you rather have your blood sucked by a vampire? You have your brain eaten by a zombie? Oh my god. Wil ik dat mijn bloed opgezogen wordt door een vampier? Of dat mijn brein wordt opgegeten door een zombie. Nou, laat me dan maar brein opgegeten door een zombie. Waarom niet? Dan ben je toch het snelst dood? Oké, misschien heb ik het niet goed gelezen of zo. I don't know. Would you rather only have one great education, live in a world where everyone else only has first grade education? Oké, dus ik moet kiezen of ik alleen ik basisschool heb ik. Of alleen ik de basisschool heb gehad. Of dat ik in een wereld woon met mensen die alleen maar de basisschool hebben gedaan. Dan ga ik wel gewoon voor alleen ik de basisschool. 70% kiest dus voor mensen dat ze in een wereld leven waar mensen fucking dom zijn. Dat lijkt me echt niet chill. Wat komt er dan van de wereld terecht, weet je? Dus geef mij maar gewoon dat alleen ik dan dom ben. Wil ik een kat zijn of een hond? Een kat heeft 9 levens. Een hond? Ik doe een hond. Ik wil een hond zijn. Want een hond, die hebben een heel chill leven gewoon. Katten misschien ook wel, maar ik hou zelf iets meer van honden. Would you rather skip the summer of skip the winter? Dus wil je liever de zomer voorbij schrijven of de winter? Nou, natuurlijk de winter. Want iedereen houdt wel denk ik van de zomer. Would you rather only listen to bagpipe music? Only listen to banjo music. Ik weet niet wat bagpipe is. Laat me gewoon naar banjo gaan, want dat is nog af en toe een ander deuntje. Would you rather sneeze every 3 minutes? Always have the sensation to sneeze and never do. Oh, dit is zo dom. Dit is zo dom om hieruit te gaan lopen kiezen. Wil je dat je om de 3 minuten niest? Of dat je altijd dat gevoel hebt dat je moet niezen, maar hij nooit komt? Dan ga ik gewoon voor dat gevoel dat die nooit komt. Mensen kiezen dus voor elke 3 minuten te niezen. Dat is ook kut hoor. Would you rather eat all your meals where the food is freezing cold? Eat all your meals with 5 tablespoons of salt pour on it. En voor de mensen die het niet snappen dus. Wil ik elke maaltijd die ik eet dus bevroren eten. Dus bijvoorbeeld patat wat gebakken moet zijn, moet ik dan bevroren eten. Pizza moet ik bevroren eten. Of bij elke maaltijd 5 theelepels met zout er overheen gooien. Ah, ik hou wel van zout eten, dus ik denk dat ik dan voor dat zout ga. Ja, mensen kiezen voor bevroren eten, maar dat is ook niet lekker. Geloof mij nou maar. For the rest of your life, would you rather eat what you find in a dump? Eat sea life from the bottom of the sea. Dus of ik voor de rest van heel mijn leven uit de afvalbak iets moet eten of zeeleven. Nou, uit de afvalbak. Want uit de afvalbak kan je toch nog gewoon stukjes pizza vinden van mensen dat niet opeten. Anders moet ik alleen maar zeewier eten heel mijn leven lang. Dat ga je echt niet van overleven. Op 21 december 2012. Would you rather a zombie apocalypse of een alien invasion? Wil ik liever een zombie apocalypse of een alien invasion? Ik ga voor een zombie apocalypse.
Veel meer mensen willen dat. Zombies kan je nog verslaan namelijk. Aliens, die hebben ruimteschepen misschien wel, waardoor ze fucking snel weg kunnen wezen. En zombies kunnen niet eens rennen. Dan ze kunnen wel rennen, maar die kan je tenminste nog een brein doorschieten of zo. Daar zou ik voor kiezen. If you were trapped in a cave with your pet, would you rather sacrifice your pet so you can eat it? Sacrifice part of your body so you both can eat it? Zo. So. Stel, ik ga met Troy zit ik vast in een cave. Of ik moet Troy doodmaken om daarvan het eten. Of ik moet mijn vingers afhakken waarvan wij dan kunnen eten. Ik ga mijn eigen vingers afhakken. Sorry. Ja, ik ga mijn hond niet doodmaken. Echt niet. Would you rather work at Aperture Science, work at Black Mesa? Aperture Science. Want dan doe je nog eens wat wetenschap iets. Would you rather get 20,000 worth of jewelry, get 10,000 worth of electronics? Dus wil ik 20.000 euro cash krijgen voor juwelen of 10.000 euro voor electronics? Nou, 10.000 voor electronics, want hoeveel electronic hierop staan, krijg ik steeds 10.000 euro ervoor. Dus dat is fucking veel, dus doe ik dat. Would you rather make out with Gollum? Hoe kunnen we beat the juice from the movie? Ik ga het uitmaken met Gollum. Andere mensen gaan voor hoe kunnen we beat the juice? Oké, would you rather be a Montague of be a Capulet? Ik ga voor een Capulet. Sorry, I don't know. Ik snapte de vraag niet, maar ik heb er aan geklikt. Would you rather lose your preferred thumb? Lose the index and middle finger from your preferred hand. Wat is je index van je hand? Is dat dit? I don't know. Of lose your preferred thumb. Dus dat is mijn rechterduim. Ik ga dan voor lose the index and middle finger van mijn hand. Want dan ben ik alleen mijn middelvinger kwijt en een stukje van dit. Dus ik kan nog wel met mijn duim iets doen, zoals mijn controller beter houden of iets. Would you rather listen to only one song for the rest of your life? Listen to no music in the rest of your life? Geen muziek dan, want als je steeds dezelfde nummer hoort, word je daar echt gek van. Maar, jongens, ik wil deze video hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Laat daarom even je blauw duimpje omhoog. Helpt mij natuurlijk enorm. Als je meer van deze video's wil zien, laat dan maar weten. Want ik vind het wel grappig om te doen natuurlijk. In plaats van Would You Rather. Waarbij ik zelf op mijn telefoon af moet lezen. Dat is vind ik een site. Hier krijg je steeds andere dingen. Dus vind ik dit iets leuker. Ik ga het misschien ook wel een keer via Twitter doen. Maar dat zien jullie dan binnenkort wel. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Abonneer hieronder voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video. Zoals ik al zeg, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!